De meeste van jullie kennen de ETF VWRL wel, het Vanguard All World Fonds met de vele voordelen. Er zit echter ook één nadeel aan en dat hebben heel veel ETF's, of in ieder geval buitenlandse ETF's die dat hebben. En dat is de dividendlekkage. En in deze video wil ik juist gaan kijken naar wat is nou de dividendlekkage, hoe ontstaat deze en vooral wat is de impact van dividendlekkage. Dus laten we snel gaan beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Ik ga deze video in ieder geval proberen wat korter te houden en dat heeft twee redenen. Ten eerste vanwege de temperatuur. Buiten is het 37 graden, binnen is het 27 graden. Dat is niet echt fijn om een video op te nemen. Maar de tweede reden is dat ik bezig ben met het nieuwe huis. Ik ben volop aan het klussen in het nieuwe huis. En dat betekent dus ook volop bezig met een nieuwe studio. Een studio die trouwens meteen airco gaat krijgen om dit soort situaties te voorkomen. Heb je nog tips waarop ik mijn nieuwe studio kan verbeteren? Volg me dan op Instagram met @eenpassiefinkomen. Maar in deze video gaan we dus kijken naar het dividendlekkage. En laten we dan beginnen met de vraag, wat is dividendlekkage? En dividendlekkage treedt op wanneer je dividendbelasting betaalt, maar niet al deze belasting die je betaalt ook terug kunt vorderen. Dat is vaak het geval bij buitenlandse fondsen. En omdat je dan iets niet helemaal terug kunt vorderen, lekt er eigenlijk rendement weg. En daarom wordt het dus ook wel dividendlekkage genoemd. En dat zit als volgt in elkaar. Stel je hebt Nederlandse aandelen die dividend uitkeren. Op het moment dat een bedrijf, bijvoorbeeld Ahold, dividend uitkeert, houden zij al een gedeelte van het dividend in. Dat is die belasting die ze inhouden. En die kun je als Nederlander zijnde, en aangezien het een Nederlands bedrijf is waar je aandelen van hebt, later bij je aangifte inkomstenbelasting kun je dat verrekenen. Dus eigenlijk de belasting die vooraf is ingehouden kun je op die manier terugkrijgen. En dus heb je op die manier geen dividendlekkage. Maar natuurlijk zijn niet al jouw aandelen Nederlandse aandelen. Grote kans dat je ook enkel of misschien wel heel erg veel Amerikaanse aandelen hebt. Amerikaanse aandelen worden belast met 30% dividendbelasting. In Nederland is dat dus 15%. Maar omdat Nederland veel handelsverdragen heeft en ook heel veel belastingverdragen heeft, onder andere met Amerika, is het zo dat voor Nederlanders niet die 30% geldt die in Amerika geldt, maar het verlaagde tarief zoals we in Nederland gewend zijn van 15%. Dus wanneer je een W8BEN formulier invult, kun je eigenlijk een gedeelte van de belasting die je in Amerika betaalt al verrekenen. Maar dat is dus wanneer je zelf Amerikaanse aandelen in handen hebt. Stel je hebt een ETF waar je in belegt en dat je via die ETF aandelen hebt in heel veel verschillende landen. Nou, bijvoorbeeld VWRL als voorbeeld. Deze ETF heeft meer dan 3400 bedrijven in deze ETF zitten uit heel veel landen. Ierland heeft natuurlijk ook wel verdragen met andere landen. En dus kan het zo zijn dat VWRL of Vanguard, de aanbieder van VWRL, hiervan profiteert in Ierland. Maar dit geldt niet voor elk bedrijf of elk land. En dus is het zo dat Vanguard uiteindelijk wel belasting betaalt en misschien ook een gedeelte van de belasting die ze hebben betaald weer terugkrijgen. Maar aangezien jij niet diegene bent die die belasting betaalt, kun jij het niet verrekenen bij de Nederlandse overheid. En op die manier kan het zo zijn dat je niet alle belasting die je indirect via VWRL betaalt ook terug kunt vorderen. En daardoor ontstaat dus eigenlijk een dividend. Dividendlekkage, in dit geval voor VWRL. En hoeveel is die dividendlekkage nou? Ja, dat is eigenlijk verschillend per ETF. Dat moet je eigenlijk berekenen door eventueel in de cijfers te kijken van die ETF. Kijk hoeveel dividend ze ontvangen en hoeveel belasting ze uiteindelijk daarover hebben afgedragen om te berekenen of ze belasting betalen en hoeveel dat is. En voor de ETF VWRL komt het neer op ongeveer 10%. Nou, wat is dan het dividend van VWRL? Gaan we daar kijken naar de website en uiteindelijk ook de factsheet van VWRL. Dan hebben we de laatste cijfers van vorige maand. En dan zien we dan het afgelopen jaar was het dividend 2,4%. Nou, we weten dus het dividend. We weten de lekkage van 10%. Dus 10% van 2,4% is 0,24% dividendlekkage. En wat is dan de impact van deze dividendlekkage? Want 0,24% per jaar lijkt niet heel veel. Is het ook niet op de korte termijn, maar juist richting de lange termijn kan het een groot verschil maken. Laten we daarom ook twee voorbeelden pakken. In het ene geval hebben we 7% rendement per jaar. In het andere geval hebben we 7,24% rendement per jaar. Met een looptijd van 30 jaar en een eenmalige inleg aan het begin van 10.000 euro. Dan zien we in het geval van 7% per jaar dat we na 30 jaar 76.122 euro hebben. Terwijl in het geval van 7,24% per jaar dat we na 30 jaar 81.415 euro hebben. Dus dat is al een verschil van meer dan 5000 euro en dat is bij een eenmalige inleg. Gaan we dan kijken naar bijvoorbeeld wanneer je 10.000 euro in het begin doet en ook nog eens 100 euro per maand. Dan is het over 30 jaar een verschil van in het ene geval 193.000 euro en in het andere geval van 7,24% rendement per jaar is het bedrag 204.000 euro. En zo zie je dat het dus kleine verschillen op de lange termijn best wel een impact hebben en wil je dus misschien ook wel ervoor zorgen om dividendlekkage te voorkomen.
Is dat mogelijk? Ja, dat is zeker mogelijk. Maar er zitten ook een paar nadelen aan. Vaak kom je dan uit bij Nederlandse aanbieders, omdat je dan de dividend, mocht die er zijn die je betaalt, of de belasting, zo moet ik het zeggen, mocht die er zijn die je betaalt, kun je dan verrekenen met de Nederlandse Belastingdienst in je inkomstenaangiftebelasting. Dan kom je onder de streep weer ongeveer op nul uit. Maar dan moeten er natuurlijk wel fondsen zijn die aan jouw wensen voldoen. Misschien heb jij iets zoals VWRL, maar zover ik weet, in ieder geval een Nederlands fonds is er niet op die manier. Dus ik heb misschien niet altijd de fondsen die je zoekt, ook een Nederlandse alternatief daarvoor. Maar als je een fonds gevonden krijgt, dan is vaak de dividendlekkage nul, of in ieder geval heel erg klein. Alleen wat je dan zult zien is dat de overige kosten juist weer een stuk hoger zijn. Want stel een fonds zonder dividendlekkage, maar die heeft wel kosten van 0,5% per jaar. Dan kijken we dan naar VWRL, ze hebben wel een dividendlekkage, maar de lopende kosten zijn 0,22%. We hebben gezien dat de dividendlekkage ongeveer 0,24% is. Tel je die twee bij elkaar op, kom je op 0,46% uit. En dat is dus per jaar en dat is nog steeds minder dan die 0,5% van het fonds zonder dividendlekkage. Dus ga niet alleen een fonds zoeken wat geen dividendlekkage heeft. Ga dan in ieder geval altijd kijken welke aandelen zitten in het fonds. Past dat bij mijn wensen? En welke kosten zitten er aan het fonds verbonden? Alle kosten die je kunt vinden. En maak daar een totaalplaatje van. Want alleen op die manier kun je dus eigenlijk een goede beslissing nemen. En zeker een goede beslissing voor de lange termijn. Mocht je nou nog een goede ETF weten, of in ieder geval een interessante ETF weten, die geen of bijna geen dividendlekkage heeft, laat dat dan weten in de reacties onder deze video. En dan wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik meer van dit soort video's maken? En deze video wordt eerder aangeraden aan andere mensen op YouTube. Dus op die manier help je het kanaal er ook nog mee. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder de video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.